Er was gelukkig ook veel financieel nieuws en dat komt goed uit, want ik zit naast een financieel expert. Ik las in de Tijd, las ik volgende, hoe zou ik het zeggen, onheilspellende titel, maar dat heb ik in de Tijd altijd, want ik snap er weinig van. Maar in dit geval, 4 op 5 spaarders halen geld weg bij negatieve rente. Er komt een negatieve rente aan, Jean-Pierre van Rossum. Ja. Dus als je vroeger zette je spaargeld op de bank en dan kreeg je geld en een sportzak en nu krijg je niks. Moet je geld betalen. Goh. Mensen zijn zo klassiek in wat ze doen. Nu zeggen ze, we gaan ons geld weghalen. En wat gaan ze er dan mee doen? Onder de matras. Gaan ze het dan onder de matras? Denk ik. En die Syrische vluchteling, is die wel te betrouwen? Misschien breekt die in en zoekt hij onder mijn matras. Dus waar moeten we het dan weer stoppen? Als puntje bij paaltje komt, al moet ik ervoor betalen, laat het maar staan bij de bank. Zwitserland heeft toch het eerste gedaan. En er was een enorme schrik bij de banken dat de mensen hun geld zouden... En ze lieten het toch staan in Zwitserland. Ah, natuurlijk. Ja, dus we moeten, en dat zeg je ook, laat het maar rustig staan. Oh nee, dat niet, hè. Ah, ja, maar... Haal je geld af, godverdomme, en profiteer van het leven, hè. Ja, je bent natuurlijk een absolute, hoe zou ik het zeggen, autoriteit als het gaat over beleggingsadvies of financiële inzichten. Want ik heb toevallig nog eens een boek uit 1993 van jou teruggelezen. Dat is dit, Hoe word ik stinkend rijk? Dat is van jou, Hans. Maar daarin las ik een volgend ding. De tijd is niet veraf dat een complete Hergé-pagina 10 of 20 miljoen zal kosten. Dat las ik in 1993 en toen dacht ik, dat zal wel, dat is allemaal niet waar. Tot ik vorig jaar inderdaad las op HLMPB, tekening van Kuifje, voor bijna 380.000 euro verkocht in Brussel. Ja. Dus toen wist het in Belgische frank dat het... zover zou komen. Met andere woorden, naast mij zit een soort van financiële Nostradamus. Ik heb ooit de zottigheid begaan van alles wat Willy van der Steen geschreven had. Ja? Alles in eerste druk te verzamelen, door te ruilen en te doen. En op een bepaald moment kwam ik dus in grote financiële moeilijkheden en heb ik moeten verkopen. Ja? De hele collectie, ik weet niet, ik heb er toen 4 of 5 miljoen frank voor gekregen. En het waren oude, wat waren dat, Siskens en Wiskens? Ja, dat zaten Suskens en Wiskens, maar ook alles wat van onder de naam van der Steen verschenen is. Ja. Het Spaanse Spook, de Schat van Beersel, de Blauwe. Ricky en Choco. Die heb je allemaal moeten verkopen. Ik heb die in een van Antwerpen verkocht. Ja. En die collectie die zou nu in euro's bijna 1 miljoen euro waard zijn. Dat was compleet, want er zijn dus boekjes uitgegeven die maar op 12 exemplaren bestonden. Ja, we zitten naast een financieel wonder, dat kunnen we wel zeggen.